In Almelo komt in september voor de inwoners ook de oranje container. We hebben een aantal Almeloers gevraagd wat ze daarvan vinden. We hebben ons opgesteld bij de Plus Supermarkt en een aantal Almeloers gevraagd wat ze van het wegbrengen van het plastic vinden, maar ook wat ze vinden van de nieuwe container die straks in gebruik genomen wordt. Hoe vindt u het dat er straks een nieuwe oranje container komt? Hoe vind ik dat? Nou, voor mij hoeft het eigenlijk niet, want ik heb niet zo'n grote tuin. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de papiercontainer. Ik was eraan gewend en met plastic ook, ik ben eraan gewend om het gewoon weg te brengen. Dus het hoeft voor mij absoluut niet. Dus voor u hoeft die oranje container helemaal niet te komen? Zoals ik het nu gedaan heb, was prima. Ja. En hebt u hem ook afgezegd, de oranjebak dan, speciaal? Nog niet. Ik heb de brief al klaar liggen, maar het is voor, geloof ik, voor 1 september, hè? Ja, maar voor 22 juli had u hem moeten afzeggen, maar misschien dat het nog kan. Dat meen je niet. Oh, dat komt door de hitte. Vergeet ik van alles. Oh, dat ga ik dat gelijk doen voor mij. Nee, ik ga hem afzeggen, want ik vind het niet nodig. En straks komt die oranje container in september, dus dan hoeft hij niet meer zo vaak. Nee, nou, ik ben er persoonlijk heel erg blij mee. En ik denk dat het wel een verbetering is voor iedereen. Ik begrijp natuurlijk voor mensen die bijna geen ruimte hebben, dat de gemeente daarna moet kijken, weer voor oplossingen. Maar voor mensen die genoeg ruimte hebben, een bak extra is geen probleem. Je gaat echt wel scheiden en ik vind dat heel erg belangrijk.